Maar ik denk dat het belangrijk is om te kijken welke veranderingen impact hebben op hetgeen dat je doet. Hè? Concreet voorbeeld, als je op social media actief bent, 2 jaar geleden was TikTok misschien niet relevant, maar gezien de evolutie kan je dan de vraag stellen van misschien moet ik er vandaag toch naar gaan kijken. En ik denk dat er heel veel verschillende bewegingen zijn waar je gewoon moet afvragen van als ik kijk naar mijn marketing, mijn communicatieplan, moet ik er rekening mee houden? Wat is de impact? Waar moet ik veranderen? Kansen zijn er overal. Ik denk vooral nadenken over welke keuze dat je moet maken. En daar zit denk ik in de complexiteit waar we zitten het moeilijkste voor de marketeer. Om die keuzes te maken die impact gaan hebben, wetende dat je data en ervaring hebt uit het verleden. Maar ook trends die opkomen en dan gaan nadenken van wanneer moet ik erop inspelen. Want te vroeg is niet goed en te laat is ook vaak niet goed. Enerzijds blijf bij je eigenheid, blijf bij je eigen merk. Twee, we hebben allemaal data, we hebben al ervaringen, maar soms neigt men te veel om te gaan kijken naar de benchmark, wat de concurrenten doen. En misschien net goed om niet te gaan kijken wat de concurrenten doen of wat de benchmark zeggen, maar gewoon te kijken wat heeft mijn consument nodig. En in veranderende tijden zijn er ook veranderende opportuniteiten. Het kan zijn dat je misschien producten aanbiedt, maar dat ze meer service nodig hebben of omgekeerd. En ik denk dat het vermenselijken van je merk, van je producten, van je serviceaanbod een heel, heel belangrijke gaat zijn. Plan for the future, maar act today. Dat wil zeggen, die korte termijn resultaten moeten er zijn. Maar kijk vooral vanuit ambitie. Ga niet krampachtig zitten wachten tot wat er gebeurt. Want als je gaat wachten, ben je sowieso te laat en ben je sowieso een leidend voorwerp in plaats van een ondernemend voorwerp. En ik denk dat dat de focus moet zijn.